Dit is een M&M-zak uit 19, nou in ieder geval 87. En die hebben ze uit de gracht gevist. En je ziet dat die nou ja, nog bijna gaaf is. En de voorkant ook. Dit ligt al zo'n 30 jaar in de gracht. Maar vandaag komt daar een einde aan door een grote schoonmaakactie. Tientallen vrijwilligers, jong en oud, gaan met bootjes het water op om hun stadsgracht op te ruimen. Alles met dat net eruit vissen. Het idee om de gracht in Wageningen op te ruimen ontstaat nadat de 11-jarige Giel van Inge op eigen houtje het water opgaat na afloop van het bevrijdingsfestival. De vogeltjes die zaten zomaar aan het plastic gewoon te kauwen. Toen pakte ik mijn kano en toen ging ik op in de gracht varen. Schoonmaken. De organisatie Wageningen Schoon en het platform Stadsgracht Wageningen vonden dit zo'n goed idee dat ze vandaag de eerste Wageningse opschoonvaart hebben georganiseerd. Vooralsnog een groot succes. De opkomst is net wat hoger dan we van tevoren hadden ingeschat. We zijn ook hartstikke door onze materialen heen. Geen bootjes meer, geen afvalgrijpertjes meer, zelfs geen vuilniszakken meer. Maar hoe meer mensen die bezig zijn, hoe leuker het is en hoe sneller we ook klaar zijn en hoe meer resultaat we gaan halen. We zijn niet zo van het vingertje en dit mag niet en jongens, het moet allemaal, jullie moeten, daar zijn we niet zo van. In plaats van je te ergeren kun je beter die energie gebruiken om even handen uit de mouwen te steken en wat aan het zwerfafval te doen.